Ja, er zal hopelijk onderzoek komen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren... en of de Griekse kustwacht überhaupt genoeg gedaan heeft... om de mensen te kunnen redden die er waren. Maar wat mij betreft hadden die mensen überhaupt niet op een boot de zee over moeten steken. Deze mensen hadden gewoon op een veilige manier moeten kunnen reizen... zoals wij ook op vakantie gaan of verhuizen naar een ander land. En zolang wij onze grenzen met zwaar geweld bewapenen en bewaken... en alle vluchtroutes hermetisch afsluiten... zullen er mensen blijven die op een boot moeten stappen en verdrinken. Ja, nou even, want dat is de situatie hoe jij het graag in de toekomst zou zien. Maar even nog naar deze situatie. Want hebben deze mensen om hulp gevraagd terwijl ze op dat schip waren? Ja, dus is een hotline, heet dat, de Aegean Boat Report. Die kan je altijd bellen als je in nood bent. Dat was vooral tussen Turkije en de Griekse eilanden. Maar die is ook gebeld over deze scheepsramp. En de opvarenden hebben meerdere malen gevraagd om hulp, gezegd... we zijn in nood, het gaat niet goed, stuur alsjeblieft iets of iemand. Er was een boot in de buurt en die zei eerst... nee, ik mag niet komen van de Griekse kustwacht. Vervolgens kwam de Griekse kustwacht uiteindelijk wel. Maar was het al te laat en nu zijn er honderden mensen op de bodem van de zee. Ja.